iedereen die bekijkt naar dit kanaal. Ik ga de microfoon dichterbij leggen. Oké, ja, ik ben nou even terug naar het kamer. Want ik heb even wat screenshots voor de website gemaakt. Ik heb vandaag twee echte dingen die ik moet doen. Zeg maar even melden. Niet doen van zoals mine. Dat niet. Dus ik. Ik stap eruit. Oké. Dus eerst meld ik jullie de nieuwe website. Die zal, de link zal onder in de beschrijving staan. Hoop, ik doe mijn best. Ik even kijken of ik de link weer kan vinden in een oude Skype gesprek. En dan, waarschijnlijk gaat het wel lukken. En ik moet iemand feliciteren, want het is vandaag jaar. Tenminste, ik record in maandag. Dan, als ik aan het slapen ben, is dit aan het uploaden. Zo, dan zorg ik dat als Luca Wels wil, gelijk de video kan bekijken. Luca Wels 1999. Heel erg hartelijk gefeliciteerd. Dat is best wat ik al zei. Ik vond het heel leuk de reactie te krijgen van... Hey, ik ben jarig. Wacht hè. In ieder geval, ik vond het heel leuk om de reactie te krijgen van... Hey, ik ben jarig. Weet je, dat geeft me het gevoel dat je me... Ja, het geeft me een leuk gevoel dat je iets hebt van... Oh, dan moet ik even Love Gaming melden. Want hij had ook niet zoiets van, wil je speciaal aflevering maken? Dat stelde ik voor. Dus niet denken dat hij heel gierig daarin is. Even kijken, dit blokje. Ja, ik heb heel veel screenshots gemaakt voor de nieuwe website. En de link zal hieronder in de video staan. Waarom ik het maandag upload om dinsdag te uploaden. Zo vooral dat hij dan de hele dag al heeft. En anders zou hij pas heel laat uitkomen. Want de video uploaden duurt de laatste tijd echt heel lang met YouTube. Echt wacht, ik laat even iemand langs lopen. Oké, die is weer naar boven, mooi zo. Dus ja, ik wou eigenlijk gaan minen. Het is geen nacht, anders wou ik misschien echt gewoon een heel grote vechtbattle hebben. En hallo, katje. Even kijken, we hebben eieren, we hebben redstone. Ik gooi dit gewoon allemaal weg. Ik ga niks organiseren. Gewoon lekker allemaal weg. Ik heb helemaal geen zin om te organiseren. Ik wil gewoon lekker snel video. Oh ja, dit is 20 minuten video, omdat het jaar is. Dus bedankt, Luca Wels, maar dat het een lange video is. Als je jarig bent, je mag het gerust melden. Als je niet wilt, dan moet je het zeker niet doen. Dat was zijn keus. Dat ik vond het heel leuk om te horen. Dat wel. Ik vond het wel echt heel leuk. Dus, even kijken. Al ben ik niet zo iemand die gaat zingen. Ik zing gewoon niet, oké? Dan ga ik even mijn favoriete muziek voor je draaien. Yep. Oh, ik vind deze skin helemaal leuk. Oké, ja, dat was ook nog. F5. Ik deed mijn Optifine inzoomen als je het afvraagt. Ik weet niet, ik heb 3 levels en ik heb zoiets van, die ga ik Owen brengen. Nou, dan hebben we lange pickaxe. Even kijken of we torch kunnen hebben. Dan gaan wij een mine in. Ik zeg niet de mine, want we hebben niet echt een de mine. Kijk, zal dit genoeg zijn? Ja, dit is genoeg. Zo. En ik ga niet eens mijn inventory leeg maken. We gaan er gewoon gelijk voor. Ik heb 7 pork chop. Wil ik naar deze mine? Ja, ik wil naar deze mine. Ik wil eigenlijk liefst de diamonds vinden. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken in deze aflevering. Dat zou eigenlijk wel speciaal zijn. Voor Luca Wels een diamond. Ja, ik noem gewoon Luca Wels. Misschien moet ik mezelf Luca noemen. Ik weet niet of je echt zo heet. Daarom doe ik het niet. Maar ja, leuk dat je hier bent, man. Hij wordt 14, was het volgens mij? Ik ben niet goed in het houden, man. Nee, volgens mij 14, want ik had zoiets van, oké, hij is dus 1 jaar jonger dan mij. Nou, dat kan nog, weet je wel. Nee, maar maakt niet uit hoe oud mijn ding zijn. Al zit er iemand van 89 te kijken. Hallo, meneer. Ja, ik weet niet, dat zal waarschijnlijk niet, maar het zou best grappig zijn eigenlijk. Ja, dat zou best grappig zijn. We hebben nog eigenlijk een heel video van een kwartier om te gaan minen. Gezellig, ik ga natuurlijk niet strip minen. Weet je, dit is nou een... Leuke video en leuke video's doe je geen stripmine. In stripmine doe je eigenlijk alleen zonder opnemen. Dat ik gewoon een keertje even helemaal ga stripminen. Alles, ik ga nog niks zeg maar speciaals wegminen. En dat ik even alles langs ook kijk, ik heb hier diamonds gevonden. Ik mine die nu, zodat je ziet. Het is eerlijk, oké.
Oh, kijk hier, Klaps Lazuli. Zelfs Klaps Lazuli, weet je wat nutteloze ding wat er is. Al vind ik het wel mooi. Ja. Dus. Ja, ik zit gewoon een beetje tussen. Oké, we zitten nou onder een forest. Oh, hier was niks. Maar we zitten nou onder een forest. Oké, we zitten nou... Oeh. Ik dacht dat ik hier een mine had. Ben ik hier zo... Oké, hier heb ik dus geen mine. Maar ik zie op mijn map zie ik dat er heel veel... Die groene dingen, dat zijn, hoe heet die, vleermuizen. En dat betekent dus dat er een grote ravijn misschien wel is. Dus we gaan gewoon even naar de, ja, naar de vleermuis toe, ja. Dus even naar de vleermuis toe. Dus lukt wel, ik hoop dat je gaat genieten van deze video. Ik probeer zo enthousiast mogelijk te zijn. Als een creeper is, ik weet niet of ik ga schreeuwen, weet je. Want ik hou mijn ouders daar, ik moet eigenlijk nu gaan slapen. Maar we snappen het gerust wel als je iets hebt van, oh, goud. Weet je, ik hou van goud. Ook wel is het niet nutloos voor ons. Daar heb ik vorige keer ook al over gehad. Het is niet nutloos voor ons. Dus de nieuwe site. Het ziet er echt heel mooi uit. Als je op de site komt, hoor je het muziekje van de intro. Tenminste, ik weet niet of ik hem ooit nog terug ga brengen. Alleen, weet je, het geeft toch gewoon Love Gaming aan. En ja, dus daarom vind ik het nog wel gewoon leuk dat dat liedje er nog is. Dat er toch nog aan gedacht wordt dat dat liedje er ooit was, slash is. Kijk, we zitten nou bijna... Oké, hier moeten we even kijken omhoog. Ik ga een klein beetje omhoog. Oh, ik heb de hele tijd geen torch neergeplaatst. Je denkt nou, waar zit jij? Even kijken, dan moet ik even aardig zijn. Nee, hier, ja. Dus ik probeer een beetje naar boven te gaan hier. Niet al te ver, want ik wil niet dat er lava op me valt. En dat we dan weer alles kwijt zijn. Dat we weer allemaal even kijken. Ik moet wel torch blijven plaatsen. Wat ik eigenlijk wou, als we in de Nether een Nether Fortress zou vinden, dan een potion brewing stand maken. En dan potions gaan brewen. Weet je wel, dat leek mij leuk om te doen. En dan een potion of night vision. Zodat je gewoon elke keer. Dit gaat mij te hoog. Dus dit kan ik niet doen. Dat betekent dat ik geen open mine heb. Ik wil een open mine. Ik zal torch plaatsen dat je ook wel kunnen zien. Oké, dit ontdek ik dan ook pas net, iron. Oké, dus ja. Over mijn laatste Hunger Games, die won ik lekker. Volgende keer zal ik tijd bijhouden. En als ik dan zie dat ik maar 4 minuten bezig ben... Dan ga ik waarschijnlijk wel nog een potje doen. Want ik had nou zoiets van... Oh, ik ben nog kwartier bezig. Nee, ik ben pas 4 minuten bezig. Maar we waren iedereen aan het ownen. Leuke reactie van M. Groot. Love Gaming for the win. Dat geeft mij toch power. Dat geeft mij toch macht. Daar heb ik wel zoiets van... Ja, dit zijn echt mijn abonnees. En ik strijd ervoor, weet je wel, voor mijn abonnees. En dat, ik vind het leuk. Ik vind het gewoon heel leuk. Maar even kijken... Even kijken of hier rechts een mine is, want hier zijn wel heel veel vleermuizen. Ik zal maar wel torchen in plaats trouwens, hè. Dat zou wel slim zijn. Even kijken. Dus na elke video die ik upload, krijg ik altijd leuke reacties. En daarom heb ik zoiets van, ik wil een video uploaden, weet je, ook wel leuke reacties krijgen. Toen ik begon met het kanaal had ik wel heel veel video's, dat was iets overdreven, leek het wel. Maar het was wel leuk, weet je wel, het was wel leuk. Ik begon met reacties krijgen. Toen de reactie begon te stromen, begon de abonnees een klein beetje te stromen. We hebben nu volgens mij 26. Kan gerust zijn dat er nu alweer opeens 27 zijn. Ik check niet echt. Ik check soms, weet je wel, want ik wil wel eens iets hebben van... Er is kans dat ik nieuwe abonnees. Want we zijn nog niet het grootste kanaal. Ik hoef niet het grootste kanaal te horen, hè. Weet je. Ik vind een klein 100 vind ik al leuk, weet je wel. Die 100 die ik kan entertainen, dan vind ik gewoon leuk om te doen. Ik pak even gewoon... Ja, ik zit niet echt te zoeken voor redstone, dus... Die hoef ik dan ook niet echt te pakken, weet je wel. Maar ik hoop niet dat ik je hier even mee veel. Ik probeer even een open cave voor je te vinden. Zodat ik daarna leuke reacties... Oeh, fuck! Sorry, ik weet niet of dat al slecht taalgebruik is. Ik vind van niet. Ik heb zoiets. Dat is nog geen slecht taalgebruik. Maar als je dat al vond, sorry. Ik zou proberen mijn mond te houden. Oké,
Oh, wat? Fuck. Gewoon, zo. Als je je afvraagt, kijk ik ook andere kanalen. Ik kijk soms nog lekkere koketten, als ik weer even zie dat ze een leuke video hebben. Ik kijk ook Skydust Minecraft, maar dan ben ik ook Engels aan het kijken. Dus ik weet niet of jullie ook kijken. Ik kijk ook Engelse. Geen of jullie zo kijken. Dus David Games. Volgens mij zijn de nieuwe afleveringen van The Kingdom al uit. En dat vind ik geweldig. Ik vind The Kingdom, als ik zo'n serie had, wauw. Dan had ik het gemaakt. Dan dat was geweldig. Waarschijnlijk ben ik hier al geweest. Ja. Voor de reacties. Oh, dit is gewoon onze oude mine. Maar ik kijk. Iron overal. Redstone. Lava. Ja, dat valt ook heel erg op. Ja, lava. Oké. Ik denk dat ik terugloop. Kijken of het nacht is. Maar ik ga gewoon lekker vechten. Zonder armen, weet je wel. We hebben toch niet veel experience. We hebben niks te verliezen. Die spullen kan ik uiteindelijk toch weer oprapen. Oprapen, niet grapen. Waar de heb ik daar vandaan? Dat weet ik ook niet. Dus ik probeer iets leuks te vinden, weet je wel. Ik probeer iets enthousiast te vinden. Kijken. Ik zit even te denken. Wat. Misschien even kijken of je nog reacties kan laten op dingen die ik kan doen. Dat zou fijn zijn, het hoeft niet per se, maar als je even reactie, als je iets weet, als je nou opeens in je hoofd te denken, hey, dat is leuk als hij dat zou doen. Zeg het, en ik doe het. Weet je, dat vind ik leuk. Maakt niet uit als er editing work bij zit, dat doe ik dan ook wel. De editen vind ik ook altijd leuk om te doen. Niet echt leuk om te doen, maar het eindproject. Dat is editen vind ik ook leuk om te doen, om te weten dat ik een leuk eindproject krijg. Zou ik het zo moeten zeggen? Ja, zo zeg ik het. Dus daar in boven in beeld, I'm groot, ja. Misschien doe ik straks, niet in deze, maar straks in wat latere video's, weer een prijsvraag in. Ik weet niet of iemand heel slim is met Minecraft van jullie. Weet iemand hoe ik zeg maar, dan, oh ja, straks. Maar dat ik met een vriend van mij, dan misschien die Quinn, op een custom map, dat ik samen met hem wipeout kan doen op eenzelfde map, weet je wel. Ik ga wel kijken of er online maps voor zijn. Dus ik weet niet of jullie dat kan. Of jullie zo, ja, zo erg in Minecraft zijn. Niet echt, dat is niet echt erg. Oh, wow. Even kijken. Ja, ik kan ook piercel staan. We doen het altijd nog. Oké, kijk. Nu spannen ze. Spannen ze. 3 creeps tegelijk. Oké, dat was al een eerste falende actie op een creeper. De skelters vind ik heel eng. Sinds de nieuwe update, ik weet niet of jullie zo goed de update volgen. Maar de skelters zijn alleen maar sterker. Gewoon niet echt sterker, maar sneller in schieten. Wat ze heel irritant maakt om soms bij ze te komen, weet je. Want dan schiet je toch maar gewoon weg. Even kijken. Misschien moet ik ook een keertje iets maken met redstone. Misschien is dat wel iets leuk. Oh, het wordt al dag. We zijn te lang in die cave gebleven. Oké, jij gewoon stil. Jij vooral stil. Jij. Oké. Oh, we hebben een paar mooie gaten hierin. Okay. Dit noem ik nou kunst, weet je. Dit noem ik kunst. Je snapt er helemaal niks van. Dat is kunst. Ik zeg dat je van alle kunst niks snapt. Maar als je zoiets hebt van een plaatje, ik snap er helemaal niks van. Het is kunst. Weet je. Wat de hel, weet je wel? Iedereen. Ja, het is kunst. Ja, het is kunst. Waar ik nou eigenlijk heen ga. Oh, ik moet eigenlijk. Ik doe even snel waypoint zetten. Dicht bij huis. Oké. Okay. Als je het nooit hebt gezien, hier, dan van ver af kan ik zien hoeveel blokjes het is. Zit nou. Ja, er zitten nou 5,26 blokjes verder van hem. Dus we kunnen ook zien hoe ver, hoeveel meter het is. Dus hoeveel blokjes. Maar ik ben een keertje naar de Tempel geweest. Herinner ik me goed. En heb ik jullie niet laten zien. Want op dat moment hadden wij al 3 Desert Tempels gevonden. En was ik een beetje ziek van de heel Desert Tempels. Maar dat breng ik jullie nu heen om even te laten zien. Oké, ik heb volgens mij nog niks spannends gezien dit, hè. Ja, ik moet screenshots maken. Tenminste, dat zou de website designer fijn vinden. Als ik screenshots zou maken als ik iets leuks tegenkwam. Ik weet nog niet waarvoor je ze gaat gebruiken.
Geen idee, misschien gewoon voor de site. Niet al te veel erin gaan denken, dat wou ik zeggen, ja. Dus, oh fuck. Okay. Geen raids, we gaan geen noodraids doen. Dus het moet ergens in deze desert zijn. Makkelijk gezegd, ja, dat is heel makkelijk gezegd. Ik kijk ook een beetje op mijn map, even kijken hoor. Ja, dus ga ik die kant dan op. Ja, ik wist niet dat daar ook nog een pad naartoe zat. Zie ik hem nu al? Ja, daar. Ja, ik kan niet. Ik wijs aan mijn vinger, maar dat kan niet. Daar. Waar mijn rode pijltje naartoe wijst. Daar moet je een beetje heen kijken. Achter dat riviertje bij twee groene puntjes. Ja? Heb ik er twee gevonden? Of. Oh nee, ik denk al. Maar bij Ries, ja, hier heb ik al wolven van genomen. Paris Minimap lijkt het allemaal heel ver, terwijl het heel dichtbij is, weet je wel. Ik vind de afstand niet echt altijd kloppen bij dit. Dus hier ben ik al een keer geweest. Ik wil gewoon even naar beneden om te laten zien. Weet je, dan weet je ook waar ik al een keer ben geweest. Waar ik zoiets had van, fuck it, ik hoef het echt niet om op te nemen. Waarschijnlijk heb ik al TNT ook gepakt, ja, daar hou ik wel van. Ik hou van TNT, weet je wel, dingen opblazen. Heb ik alles toen gepakt. Waarschijnlijk wel, ik ben gierig. Ja, ik ben zo gierig dat ik alles al heb gepakt. Maar dan weet je dat. Ik heb nog 3 minuten over. Weet je, ik hoop dat dit al een leuke aflevering voor je was, Luc Wels. En als het niet was, dan spijt het me dan. Ja, dan zal ik mijn best doen om mijn volgende video's nog leuker te maken, weet je. Het is alleen mijn ideeën, die gaan de hele tijd leeg. En als ik nou een mod kon downloaden, weet je wel. Maar ik heb geen zin in modloader of forge. Dan had ik nog iets van, kan ik nieuwe dingen ontdekken, weet je. Kan ik met iets nieuws bezig zijn. Dat geeft een heel nieuwe switch aan onze survival. En ja, even kijken. X. Even kijken, op die hoek is niks. Switchen, we gaan gewoon naar dit eilandje. We hebben toch waypoints. Misschien ga ik gewoon een heel groot avontuur starten. Al heb ik dan wel heel weinig vlees. Dus als ik 3 steaks over heb, zou ik waarschijnlijk al terug moeten. Dus we hebben nou nog maar 2 over. Oh, fuck it. Ja, dus we zitten hier. Op een riviertje. Squid, hieronder is een cave. Kan ik zien dat er mobs zijn. Daar betekent dat er een cave is. Dat is wel echt handig aan deze. Bij Hunger Games, die zou ik wel afzetten, want van de meeste... zeg maar, YouTubers hoor ik altijd als ze Reach Minimap hebben en ze doen hun games. Hey, zet hem af, je cheat. Hey, dit is eigenlijk best een leuk eilandje. Ik zou maar eens hier moeten starten. Ja, te laat. Gaan we eroverheen? Nee, te groot. Ja, ik ga echt niets daar doen. God, monden, nog wat. Maar dat ga ik dus echt niet doen, sorry. Ja. Oké, ik hoor niemand. Daarachter is die desktempel. Mooi tempels trouwens. Ik vind die wel mooi. Bij sommige zie je echt helemaal aan de grond zitten. Bij de Zaapkin. Ik vind hem helemaal geweldig. En bij sommige zit hij echt gewoon in een berg. Maar hij zit niet onder de grond, maar zit hij in een berg. En bij ons zit hij gewoon perfect. Dat is mooi. Dat is echt mooi. Nee, oké, we gaan niet houden. Ik heb Minecraft geluid zacht staan. Ja, daar moet ik aan denken en ik ben niet zo goed in denken. Ik heb morgen een relaxe dag op school eigenlijk. School is weer begonnen, ja, dat is... vervelend. Kijk, als ik mag schelden hierop, jongen, dan zou ik helemaal losgaan, maar... Nee, grapje, rustig. Rustig. Weet je, nog 40 seconden trouwens, dat je het weet. Ik denk dat ik op een klein avontuurtje ga. Zeg maar op camera, dus dat wordt het volgende deel. Een beetje op avontuur gaan. Maar ik moet nu afsluiten, anders zit ik hierna nog 2 minuten extra te doen. Oké, allemaal bedankt voor het kijken. Luc Wels, echt gefeliciteerd. Geniet van je dag. Het duurt straks weer een heel jaar voordat je weer jaar bent. Allemaal bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe.